En dat hangt allemaal rond die 39. Goed, Roxana Luca aan de kant. En deze vrouw kennen we in Nederland goed, kennen we in België goed. Jenna McCorkle, de Britse, die in Ninove, België, gewoon te verloofde van Kevin van der Perre. En volgens eigen zeggen zijn ze van plan in mei van dit jaar te trouwen. Jenna McCorkle, haar vijfde Europees kampioenschap, de vijfvoudig Brits kampioen. Vera van der Kaveijen, ook de coach van der Perre. En de muziek is van Sarah Brightman. Het is Harem. Opent met een prima dubbele aksel. Drievoudige flip gevolgd door een dubbele toe loop. En gaat voor de drievoudige loots. Goed. Ingesprongen zitpirouette met ook verschillende houdingen daarin. Ze weten te verkopen. Combinatie pirouette met voetwissel. Serie en ik zei, kiest voor de rechte lijn. En tot slot de hemelpirouette. Jenna McCorkle, Groot-Brittannië. Showvrouw, puur zang. Van de Kaveijen en Kevin van der Perre, haar verloofde dus, die gisteren vijfde werd bij de mannen, zijn tevreden. En ik denk dat ze dat mogen zijn. Even voor de duidelijkheid, Xenia Doronina, die gaat aan de leiding met 50,91. Maar volgens mij is de jacht open op de eerste plaats. En is McCorkle de eerste die in de buurt zo niet meer punten gaat halen. Want ze heeft goed gereden. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik ben heel benieuwd of in de slow motion de drievoudige flip zit. Ik had even het gevoel dat ze daar even aantikte met haar vrije voet. Maar goed, dat mag geen naam hebben. Dat zal dan een hele kleine aftrekpost zijn. Voor de rest was het goed, de dubbele aksel. En hier zien we de start van haar kuur. Goed op muziek. Goede passen. Mooie zweefstanden. Een dramatische uitstraling. Ja, ze heeft een goede uitstraling. Ze weet het te verkopen, zei ik al. Ze kijkt de jury aan. Ze lacht naar het publiek. En dat is uitstekend natuurlijk. Hier zien we die zitpirouette, waarbij ze ook een variatie in de houding aanbrengt. Dat levert ook weer een hoger niveau op als je dat goed doet. Zo'n houding moet je dan twee draaien aanhouden minimaal om te kunnen tellen. Maar dat levert allemaal puntjes op. Hier de hemelpirouette.
En daar komt de loets. Van buitenwaarts afgesprongen en keurig geland. Dat is ook heel belangrijk, die buitenkant van de loets. Als ze hem van de binnenkant afspringen, dan krijgen ze weer een aftrekpost aan de broek. Hier nogmaals die hemelpirouette waarbij ze ook nog de schaats tegen het hoofd houdt. Allemaal om het niveau te verhogen. Prima gedaan. Jenna McCorkle, de 21-jarige Britse. En toch een beetje Belgisch. Wordt al bedolven, dat is de eerste trouwens, onder de beertjes en andere pluche dieren. Jenna McCorkle, kijk eens even. 33-40 voor de 47,36 is de top. Tot nu toe, tot aan vandaag, het Europees kampioenschap 2008. En ze gaat haar persoonlijke record verpletteren. 53,68. Wat een prima prestatie voor McCorkle. 53,68 points. Which brings her currently in the first place. Aan de leiding met een verbetering van 6 punten van haar persoonlijk beste score ooit. Uitstekende prestatie van de verloofde van Kevin van der Perre, oftewel Jenna McCorkle.